een jaar geleden binnenviel. Maar nu eerst naar Jill. De vakbonden die blijven maar nieuwe stakingen aankondigen. Ja, het gaat maar door, hè. We hebben in 2023 al 15 stakingen gehad. En er komt nogal wel wat bij. Het FD heeft een pagina gewijd aan de stakingsgolf van de vakbonden die ons land overspoelt. Want na chauffeurs in het regiovervoer, vuilnismannen, boa's, legt half maart ook het ziekenhuispersoneel het werk neer. En daar komt misschien ook wel een nieuwe groep bij, schrijft het AD dan weer deze ochtend. Want ook honderden uitgeputte rechters en officieren zouden, officieren van justitie zouden dreigen met een staking. En dat zou voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn. De werkdruk voor rechters en officieren is torenhoog. Onder andere door de personeelstekorten. En ook neemt het aantal bedreigingen toe. Ja, aan de andere kant krijgen ze ook steeds meer zaken te verwerken. En is er door corona een achterstand ontstaan. Alleen al in Gelderland moesten vorig jaar 1500 zaken van bijvoorbeeld diefstal en drugsbezit worden geseponeerd. Op 10 maart loopt het ultimatum van de bonden af. Ja, en wordt daar niet op ingegaan. En dan komt er dus een nieuwe staking aan. En vreest u dan voor de gevolgen als die rechters het werk neerleggen voor het eerst in de geschiedenis? Nee, we zien nu al dat, dat de keten, de strafrechtketen, vastloopt. Dus daar moet iets gebeuren. Maar je ziet ook dat ze staken vanwege bedreigingen en intimidatie. Dat komt allemaal extra bij die job. En daar maak ik me echt zorgen over. Ja, dat en de werkdruk. En nou ja, ze hebben het bijvoorbeeld ook over het startsalaris van rechters in opleiding. Dat zou hoger moeten zijn. Vindt u dat dat ook moet? Dat er veel meer gedaan moet worden om ze nu binnenboord te houden? Nou, met name ook op het punt dat, en dat begrijp ik heel goed, hoe zwaar ook zulke beroepen zijn als je te maken hebt met intimidatie, ook wat je gezin raakt. Dat hebben we onlangs in de Kamer ook gehad over doxing. Dat betekent dat adressen van agenten, van rechters, van advocaten online worden gezet om daarmee ook te intimideren. Bij iemand thuis op te zoeken. Dat willen we harder aanpakken, dus dat hebben we geregeld. Mm-hmm. Maar ook zoiets als steeds het meer komt dat naar voren. Maar zoiets als het salaris bijvoorbeeld omhoog voor die rechters in opleiding? Ja, daar zou ik nou moeten kijken, hoor, of dat een punt is. Ik weet ook niet hoe zwaar dat punt is in het hele vraagstuk. Er zijn meerdere dingen natuurlijk. Er zitten een aantal dingen echt knel in die strafrechtketen. En niet voor niets kijken we ook als Kamer naar hoe kunnen we dat beter... Nou ja, de tijd dringt dus blijkbaar. Want 10 maart, hè? Dan vervalt het ultimatum. Nou, ik ben benieuwd wat eruit komt. Dan, veel jongeren zoeken geen hulp als ze iets ergs is overkomen. Ja, vreselijk is dat, hè? Want zijn ze slachtoffer?